Schiphol bereidt zich voor op de toekomst en bouwt een nieuwe pier en terminal. Complex, groots en uitdagend. In een operatie die dag en nacht doorgaat. Beleef het mee vanaf de werkvloer. Schiphol. Building the airport of the future. Wat zijn dan de belangrijkste dingen waar we aanpassingen willen doen? We zijn op dit moment bezig voor de pier met het ontwerp van de concepten samen met de business partners. En voor de terminal zijn we bezig met het inrichten van de lounge op hoog overniveau. En het is super interessant aan de ene kant om echt de pier steeds meer vorm te zien krijgen. En aan de andere kant nog de discussies te voeren over wat waar moet komen. Het is ingewikkeld, maar super leuk om mee bezig te zijn. Ik ben Marjolein Klooster, ik ben manager development. Dat betekent voor de nieuwe pier en terminal dat ik me samen met mijn team en de business partners bezighoud met welke type winkels en horeca waar komen. Wat je eigenlijk ziet is dat passagiersbehoefte continu verandert en dat wij daarop in willen spelen. Dus dat we continu bezig zijn met wat gebeurt er nou met die passagiersbehoefte en hoe vertalen wij dat dan zeg maar, in concepten en gebieden op de luchthaven. En wat wij willen en wat belangrijk is dat ze hun tijd waardevol besteden als ze hier zijn, als ze op reis zijn. Met de nieuwe pier en terminal mogen we natuurlijk zo'n heel nieuw gebied invullen. En dat is extreem interessant en uitdagend. En dat betekent dat je met alle verschillende partijen binnen Schiphol, maar ook met de architect, gaat kijken welke functies op welke plek moeten komen. En wij noemen dat een vlekkenplan. En dat betekent dus dat je echt het gebied gaat inrichten. Waar moeten de passagiers lopen? Waar moeten de wc's zitten? En vervolgens natuurlijk ook, waar komen dan winkels en waar komt horeca? Waar we nu druk mee bezig zijn, is gewoon hoe kunnen we die optimale indeling gaan realiseren om zowel vanuit passagiersbeleving als commercieel het allerbeste eruit te halen. Een mooi voorbeeld van een nieuw concept dat we aan het ontwikkelen zijn met onze business partner WOD is de stroopwafel experience. Daar kun je uiteraard stroopwafels krijgen. En het hele idee is dat je er een festivalervaring krijgt. En dat er allerlei foodtrucks komen te staan. En een beetje het gevoel dat je buiten bent. En het idee is echt dat mensen daar een fijne ervaring krijgen. En een lekkere stroopwafel kunnen eten. Wat je ziet op de luchthavens is dat eigenlijk de luchthavens concurreren op dit moment gewoon met downtown. Dus je zult op een luchthaven steeds meer ook echt een urban gevoel willen creëren. Mensen hebben echt het gevoel dat ze aan het shoppen zijn. Alsof ze in een stad aan het shoppen zijn, dat is een hele belangrijke. We staan hier in Lounge 2. Achter me is een mooi voorbeeld van een merk wat echt heeft uitgepakt in de hoogte, in de vorm van een flagship store. Dat is iets wat we in de nieuwe terminal ook graag zouden willen. Dat merken echt de ruimte krijgen om hun eigen identiteit te laten zien. Wat heel belangrijk is, is dat mensen echt op zoek zijn naar ervaringen. Veel meer dan alleen maar producten. Met de atmosfeer en de concepten wil je echt mensen een ervaring bieden. Het andere wat ook heel belangrijk is dat mensen erg op zoek zijn ook meer naar een purpose, gezond leven. Circulair is belangrijk, dus dat proberen wij ook terug te laten komen in het bieden van bepaalde foodconcepten, maar ook in het gebruik van materialen. Dit is Café Floor, het eerste full-service restaurant op een pier met een huiskamersfeer en gezonde maaltijden. En een concept zoals dit zul je zeker ook op de nieuwe pier tegen gaan komen. Wij halen onze inspiratie uit reizen. Reizen naar andere airports en ook reizen naar steden. Naar steden die voorop lopen in retail en horeca. Bijvoorbeeld Londen zijn we recent nog geweest. Bijvoorbeeld in een toy store in de Selfridges. Daar kan je alles, alle producten al helemaal uitproberen. En kan je custom-made auto's maken en daarmee rondrijden. En dat is superleuk om dat mee te maken. Als je op de nieuwe pier komt, dan zul je echt een andere ervaring krijgen dan je op andere pieren krijgt op Schiphol. Het is heel open en licht, heeft echt een wijd en groot gevoel. En dat betekent ook dat de commerciële concepten beter tot hun recht zullen komen dan op andere pieren. En ook de horeca veel meer ruimte en licht heeft. Er zal veel gebruik worden gemaakt van natuurlijke materialen, er zal beplanting zijn. Dus het heeft echt een prettige atmosfeer.
Een van onze grootste uitdagingen is dat de wereld waarin wij zitten continu verandert. Dat de passagiersbehoefte continu verandert en dat wij daarop in willen spelen. En dat aan de andere kant op een grote luchthaven met heel veel belangen dingen heel ver vooruit gepland moeten worden. Gebouwen worden neergezet voor 50 jaar. En om binnen die kaders flexibiliteit te houden om in te kunnen spelen op die passagiersbehoefte, dat is de grootste uitdaging. Ik kijk het meest uit naar de opening van nieuwe dingen. Dus elke keer als er een nieuw concept opent of als er een nieuw gebied opent, dan ben ik super trots op ons team en op alles wat wij bereiken met elkaar.